De Limburg Pride Show was een initiatief van CC Limburg en Stichting Pinky Bands. En dat was eigenlijk vanwege de corona, we zien alle Pride evenementen in het land afgelast. De grote Camel Pride in Amsterdam is altijd de eerste zaterdag van augustus. En zo'n 2,5 maand, 3 maand geleden dachten een paar vrijwilligers en bestuursleden die met het idee komen om zelf een Limburg Pride op te zetten en dan online. Dus we hebben een online show gedaan van 8 uur lang. Dus we gingen gaan een marathonzitting, maar heel spannend allemaal, tot op de laatste minuut waren we heel druk bezig voordat we live gingen. Maar het is ook een succes geweest. Ja. Dus, ja. Ja, pap, dat kan ze onderschrijven, hè? Want je hebt aan de 8 uur marathon net gedaan. Ja, ja, ik was zeer vereerd dat ze mij vroegen natuurlijk, ja. In eerste instantie had ik gezegd van ja, wat is dat wel doen natuurlijk, hè? Want ja, er gingen ook andere lui allemaal mee doen, van alleen en dingen. Ik denk ja, maar ik vind het toch wel heel erg leuk. En ik mocht het gelukkig samen met Tamara doen. Ja. Dus ja, dat vond ik toch wel goed zonder. Ik heb goed eindelijk over 3 uur of zo gepresenteerd. Dus 2 uur had ik gezegd. Ja, in het begin dik 1,5 uur, let's nog een dik uurtje. Ja. Maar ja, we moesten al heel vroeg thuis zien, hè? Vertel eens. Vero begon het, maar we waren er al een minuut of 1. Ja. We waren dan eens de eerste die van de techniek en alles, die waren als mij ook zijn meegenomen. Ja. En die hadden vrijdagavond om opbouwen van 10 tot 7. En dus we waren een hele druk, we waren een hele warme dag. Ja, een warme dag. Zo wie vandaag ook. Hè? Ja, zo wie vandaag. Zaten dan binnen, dus af en toe mochten we boeten echt de lucht tussendoor. Op de luchtplaats, echt letterlijk. Op de luchtplaats. Ja. Zeg, maar die had ze nog nooit gepresenteerd, hè? Zo'n presentatie, nee. Dat is wel heel spannend. En ik word heel blij met Pep. Want Pep heeft wel meer presentatieervaring. Jawel, ik heb heel veel hulp van die dingen te doen. Ja. Maar Odin, jij was alleen. Ja, dat klopt. Ik was alleen. Ja. Maar ik heb een hele mooie dag gehad. Ik heb een aantal mensen, een aantal vrijwilligers van CWC Limburg mogen interviewen. Maar ook een maatschappelijke organisatie en de UN Pride van de universiteit. Dat waren mooie gesprekken. En vrijwilligers van Cocktail, die tegelijkertijd Cocktail is voor LHBTI-vluchtelingen. Mm-hmm. En die waren eigenlijk tegelijkertijd vluchteling geweest. Ja, dat was een heel mooi interview. Ja. Well, ja, dankjewel. Ja, dat waren ook op de bank, zoals bijzonder, ja, dat waren bijzondere verhalen. Ja, absoluut. Ja. Want we mochten niet overal bij zijn natuurlijk. Ja, we hebben in alle gesprekken gedaan te Maranik. Ja. Dat waren ook nog Sander Krijkers van Alain. En Odin deed een interviews. En Veer deed een aantal interviews. Ja. En er was een razende reporter, die vertelt Tim. Tim, die had voorover van alles gedaan, hè? Ja, Tim was een razende reporter. Tim, ik kan wel goed mijn streek. Ik ga me niet aan zijn achternaam begeven, want echt heb ik opgeoefend, maar ik wil een keer niet fout doen. Dus, maar die is de straat op geweest, hij heeft luie dingen gevraagd in Roermond. Zien we op een show langs geweest, die een eigen regenbooglokaal hebben gekregen. Bij Brownies en Downies zien we met Cas van heel Holland Bak zien we regenboogkoekjes gaan bakken die we er nou ook nog hebben maken proeven. Dus die heeft ook gewoon over de dag heen snelle presentaties rond van de dragshow en allerlei zaken. Ja. Want het waren niet alleen maar interviews, hè? We waren ook optredens, hè? Want wat begonste met? Ivo. Met de koninklijke fanfare van Roermond. Van wat Roermond, hè? Ja. Dat was de vraag natuurlijk. Van wat Roermond, ja. Roermond is gekozen, ja, we waren natuurlijk, maar Roermond was eigenlijk toch wel uniek. Van de eerste Limburg Pride, wees u niet naar de stad, beoogde de allereerste Roze Zaterdag in 1979 is ontstaan. En daar was de gemeente gewoon zo blij met en enthousiast van dat ze echt gewoon zeiden dat moeten we doen. Roermond wordt er erg blij met, hè? Ja. Ja. Of de wethouder wordt ook. Ja. Dus de gedeputeerde van de provincie worden, Ger Koopmans en statenlid Pascal Plusquet. En die is ook gemeenteraadslid in Heerlen. Dus we hadden ook een gastelijke politieke gesprekstafel. Ja. Want dat is ook nog altijd een belangrijk stuk. Ja. En we hadden roze en blauw, hè? We hadden een ganse politieachtige, we hadden goed voor gezondheid.
Ja, wat een ratse rits online. Ja, echt niet normaal die vulde. Ja, want dat was heel erg knap, want toen was 8 oor vuld. Dus nu hebben we een 3 oor te vullen. Ja. We weten wieveel lui dan een dorp ook kennen. Maar 8 oor is een grote uitdaging. Een hele grote uitdaging. Ja. Zeker omdat ze met 2 maanden tijd had gehad om dat te vullen. Ja. Wie had die ging dan in zijn werk? Want ja, dan begint ze met het idee. Dan moest ze die afsluitingen die wat met hun tafel gaan zetten. Dan moest ze een gasten vinden. Mm-hmm. Welke kanalen heb je allemaal moeten aanboren om dit realiseerd te krijgen? Ja, ik niet helemaal direct vanaf het begin was er zo bij betrokken, want ik had eigenlijk een hele hoop andere dingen op mijn planning staan. Maar het werd heel geroet en druk en dan moesten gasten vinden. En toen ben ik gevraagd eigenlijk door de vrijwilligers die het hebben opgezet van die heb een groot netwerk in Signet voor eens gasten om te regelen. En met gasten regelen kwam de tijdsplanning voor de show maken en kwam dit erbij, omdat wij uiteindelijk waren eigenlijk gewoon 40 uur per week bezig met de Limburg Pride Show. Was gewoon een producer. Ja, samen met de andere vrijwilligers. Ja. Het is echt, ik heb me vooral echt met de tijdsplanning gasten bezig gehouden, inhoud. En dan hadden we eigenlijk een aantal vrijwilligers die zich volledig met de techniek, camerawerk, muziek. Want er stonden 9 camera's. Ja. Hadden in de zomer hadden ze 3 verschillende gedeeltes gemaakt. Eén op de tafel had een gesprekstafel, maar ze hadden ook een soort hoeskamer gebouwd, een gesprekshoeskamer. En ze hadden een podium. En die moesten dus alle 3 uitgelicht worden, de camera's erop. En dat zijn allemaal vrijwilligers die dat deden. Daar waren geen professionals bij. Hè? En 1 of 2 maanden, de regisseur wat achter de techniek een beetje deed. Dat is ook vrijwilligers. En dan is dat al een hele klus. Zit ze ook nog met de maatregelen van corona? Ja, dat waren we ook heel streng op. Ik heb alle gasten gezegd wie laat ze dan moeten zien, wie laat hun interviewen en helaas ook wie laat ze weer het pand moesten verlaten. Want we hadden continu een doorloop van lui en om dan zich op te houden dat niet te veel lui binnen zien, want we hadden de ganse EC Cultuurfabriek wel af kunnen huren, dus wat wel ruimte zat. Maar ja, we moesten toch streng optreden. Dus ook een hapje en een drankje, we ook allemaal op tijd. Ja. En dan moesten we laat moesten eten, dat is jammer. precies. Maar dat werd uiteindelijk wel gaat soepelen, maar dat was wel de intentie. De tafel was goed genoeg en op het podiumplek zat, zodat iedereen die 1,5 meter goed in zou, in principe. Wie voelt zich dat Oden, want er bestaat een onderdeel van, eigenlijk het, wat we over 10 jaar van zeggen van, we waren daar de eerste die dat deden. Ja. En heb ze zich dat ervaren op dat moment dat ze dat was een doel? Nou, het was natuurlijk heel erg bijzonder om de eerste Limburg Pride te mogen presenteren. En ik heb ook die effort gezien van al die vrijwilligers, dus dat was echt niet niks. En als ze dan bijvoorbeeld, want ik zie het echt als een mooi opstapje naar volgend jaar, met de corona, als de coronacrisis wat ingedampt is en we mogen het meer, dan hopen we gewoon echt dat we volgend jaar hele mooie evenementen kunnen organiseren in aanloop naar de Limburg Pride toe. En op zo'n dag zelf, dat we dus echt helemaal losgaan met leuke feesten, de binnenstad helemaal in geur en kleur, om het zo maar te zeggen. En daar willen we natuurlijk naartoe werken. Dat wordt 1 augustus. Afgelopen 1 augustus was natuurlijk echt een mooie aftrap. Het was echt heel mooi in elkaar gezet. Ja. Maar de bedoeling is niet dat volgend jaar weer een roman is, toch? Nee. De steden kunnen zich opgeven, toch? In Limburg? Ik bedoel, of nee, dat heb je gedacht van gewoon dat zelf uitkiezen. Nou ja, daar hadden we nog niet zo over gedacht. Ik heb op het einde van de avond of zo opgegooid. Ik zeg, dan hopen we juist weer roze zaterdag tot steden zich moeten aanmelden. Ja, dat heeft ze gezegd. En dan hopen ze uitkiezen. En welke stad is volgend jaar trotse eigenaar van de Limburg Pride? Bijvoorbeeld, dan moeten we nog even kijken wie we dat volgend jaar gaan doen. Ja. Want we hebben 7 regenbooggemeenten steden in Limburg. En we moeten eigenlijk ook, we doen eigenlijk ook alle steden zo goed mogelijk proberen verspreiden met activiteiten. En Limburg is dan een hele lange provincie voor sommige dingen. Ja. Dus dat is altijd wel een uitdaging. Maar is het nog nuttig, dus eigenlijk in de laatste vraag, is het nog nuttig dat er zoveel aandacht is aan dat ganze LHBHTI verhaal? Is dat nog nuttig? Ik bedoel, we zitten hier met z'n veren op tafel. Ja,
als je kijkt wat Limburg erin steekt, kijk, via als Nederland is in een land die vrij, ja, we zeggen het getolereerd, maar ik wil dat woord helemaal niet opnemen, we accepteren het, maar niet genoeg. Mm-hmm. En in Limburg hebben we tenminste een provincie die echt zegt van, daar moeten we aandacht aan besteden en iedereen is vrij en of ze nu een kleurtje hups of weet ik wat allemaal. Maar toch zie je bijvoorbeeld in Heerlen een transgender stel die een paar keer bedreigd en geslagen zien. En dat kennen we bijvoorbeeld niet. In de dorpjes, dus echt niet in de steden van Limburg, maar in de dorpjes. Ik ken bijvoorbeeld een verhaal in Oorsbeek, waar een jongen gewoon echt specifiek is verhuisd naar Amsterdam, de eerste provincie uitgegaan, omdat er door zijn buren, door de mensen, de inwoners, gewoon niet geaccepteerd werd. Ja. Hè? En het komt gewoon nog steeds. Elke dag komt het voor. Ja. En er zijn zoveel jongeren en trouwens ook ouderen die gewoon net uit de kast durven te komen. Omdat ze bang zien voor de reacties van anderen, voor familieleden, voor vreugd, die dan misschien geen vreugd meer zullen zien. Mm-hmm. Ouderen die naar een zorginstelling gaan en die door gaan wonen om een einde, om ja, het einde wil ik zeggen, maar gewoon de laatste jaren, die moeten dan terug in de kast gewoon, omdat die ouderen vrij hard tegen elkaar zien en elkaar ook niet zomaar accepteren als iemand mm-hmm. LHBTI'er is. En dan hebben we nog steeds een probleem. En daarom geeft het COC Limburg steeds aandacht eraan en vinden we ook dat we ook af en toe eens moeten vieren dat we LHBTI zien, dat we vrij zien, dat we divers zien en ook laten zien aan mm-hmm. iedereen in Limburg dat het gewoon anders moet. Ja. Dat we iedereen mag zien wie ze zien. Dus ja, het is nodig. Dank je wel. Dank je wel voor het interview. We begonnen met een liedje. Ja, van Caroline. Walking in the Air. En Jetske heeft dat goed. Ja.